Zo, vandaag gaan we het hebben over, en dat is mijn tussentijdse examen, tussentijdse toets, hoe je het ook wil noemen. Je ziet vaker mensen dat als je tegen het examen aan zit, dat ze te streng voor zichzelf zijn. Tevens ook, er komt nog een hele video online, hè? Dat weten jullie, dat er een heel rijbewijsvlog aankomt. Dat is wel een voordeel van tussentijdse toets. Je kunt ervaring opdoen, maar je kan niet slagen, je kan niet zakken. Ik deed dat met 80. Op een gegeven moment, een kwart van de bocht of zo, toen zei hij van ja, maar ga maar weer op het gas, want je kunt op het gas. Ik dacht van ja, nou, ik ga dat niet doen, want hè, ik voel me daar niet veilig bij. Dus ik kijk altijd naar het hele totaalpakketje. Het is nooit dat ze helemaal kijken naar, oh ja, maar er is één fout gegaan, wat heel veel mensen ook denken. Er is één fout begaan, dus we laten hem niet slagen. Er is toch wel een hele last van mijn schouders af, laat ik het zo zeggen. Zo, een hele goede dag. Lekker druk hier ook. We hebben daar voorrang. Behalve van tegenliggend verkeer. Zo, vandaag gaan we het hebben over iets wat ik vorige week, voor mij vorige week, volgens mij, had. Dat is alweer even een tijdje geleden zijn voor jullie. En dat is mijn tussentijdse examen, tussentijdse toets, hoe je het ook wil noemen. Want die heb ik ook gehad, namelijk. De vorige video vertelde ik dat ik druk bezig was met mijn een rijbewijs behalen. Daar ben ik al meer dan een half jaar mee bezig. Jij, zoals ik, zoals iedereen, boeit het je wel om überhaupt je rijbewijs te halen. Maar zodra zeg maar, het rijbewijs in zicht komt, ja, dan denk je van oeh. Ik moet nog een beetje aan de bak, volgens jezelf. Je ziet wel aan mensen. Ik ga hier niet direct door. Ik dacht, oh, we gaan eens een keer lekker direct door. Maar dat doen we niet. Je ziet vaker mensen dat als je tegen het examen aan zit, dat ze te streng voor zichzelf zijn. Dat is ook alleen maar goed, hè. Je moet ook een beetje streng voor jezelf zijn. Het is niet niks om een examen te doen. Nou is het heel simpel gezegd van, ja, maar let op kruispuntjes. Let op rechts zich voor. Let op stopwoorden. Let op dat soort dingen. Ja, dat weet ik, want daarom heb ik een dikke half jaar lopen lessen. En ik weet wat rechts voorrang heeft, dat ook trouwens niet altijd, maar. En ik weet de standaardregels, maar ja, hè? Je moet toch een examen afleggen op het moment. Ik kan wel zeggen, ja, maar rechts heeft voor, ja, klopt. Maar als je rechts voor geen voorlaat, ja, dan. Ja. Dan wordt het ook lastig, zeg maar. Hè? Laat ik eens even beginnen bij het begin. Ik had smaandags had ik mijn tussentijds examen. Ik ben gewoon naar mijn rijschool gegaan. Tevens ook, er komt nog een hele video online, hè? Dat weten jullie. Althans, de vaste kijkers van mij. Dat er een heel rijbewijsvlog aankomt. Van, ik heb hem nog laatst geëdit. Januari tot en met aan nu. Februari, januari zo ongeveer. Volgens mij februari, dacht ik. Althans, begin van het jaar tot en met aan nu. Die komt eraan. Ja, als ik slaag, dan slaag ik. En als ik zag, dat duurt langer dat die online komt. Helaas. Nou, ik had 's ochtends examen en of ja, tussentijds toets, geen examen, want je haalt niks. Dat is wel een voordeel van tussentijds toets. Je kunt ervaring opdoen, maar je kan niet slagen, je kan niet zakken. Kijk, het is een officieel examen. Maar rijinstructeur die vertelde ook, het is eigenlijk praktisch maar een vertrapte rijles. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij, de examinator, die helpt je gewoon nog. En dat heb ik ook gemerkt. Examinator die zegt van, hey, let even, in mijn geval, hè, meer op dat scherm. En dan bedoelt hij de TomTom mee, of de navigatie, of de maps, of hoe je het ook noemt. Ik had een paar weggetjes die ik was vergeten. Nou is het niet erg dat je dan niet inslaat. Maar ja, je moet wel opletten op je navigatie. Het beste is, en dat heb ik ook gedaan, als jij niet weet dat je ergens af moet gaan, of net hier, en hier moest ik dan eraf bijvoorbeeld, ja, rij gewoon lekker door. Ik ga niet volop op de rem en alsnog proberen om erin te voegen of erin te gaan. Dat is gewoon super gevaarlijk. Want ja, hè, dan moet je keihard afremmen, moet je binnenspiegel kijken of er niemand achter je zit. Ja, dat is gewoon niet te doen. Hij zei tegen mij, maar Mark, let even meer op die TomTom. Je kunt al, weet ik hoeveel meter van tevoren zien. Voordat hij het zegt, de TomTom, kun je al zien dat je ergens af moet slaan. Dat was een puntje van mij.
Nog een puntje was dat ik bij zijstraat van rechts, als ik gezien heb, heb je gezien. En dan moet je gewoon lekker doorkarren. Wat ik heel vaak deed is dat ik hier al ging afremmen en ging ik hier helemaal nog kijken. Maar je hebt het gezien, allang. Je hoeft niet heel die straat door te kijken, al is het maar het puntje van de straat. Want ja, heel die straat, als de auto nog op de helft van de straat rijdt, ja, daar kun je makkelijk nog voor. En dat deed ik bij een paar straten. Ja, nou, als dat het is, weet je wel, vaak zijn de rechtse straten allemaal op 30 wegen. Dus als je dan rustiger gaat rijden, is er niks aan de hand. Het punt is een beetje dan dat kun je wel irritaties gaan krijgen voor mensen die achter jou zitten. Eigenlijk, de laatste puntje wat hij had, was op de snelweg. Wij kwamen van mensen die in Nijmegen wonen. Wij kwamen vanuit de Aanak. En bij de Aanak heb je een snelweg zitten. Op een gegeven moment ga je terug naar het CBR. Nou, dan moet je een hele vreemde bocht door. En die kun je pakken met 100, maar dan vlieg je uit de bocht. Ik deed dat met 80. Op een gegeven moment, kwart van de bocht of zo, toen zei hij van ja, maar ga maar weer op het gas, want je kunt op het gas. Ik dacht van ja, nou, ik ga dat niet doen, want ik voel me daar niet veilig bij. Dus ik heb netjes gewacht totdat ik bij mijn punt was. Kijk, en hij had een hele goede onderbouwing. Hè. Het is niet dat dan zullen er reacties komen. Ja, maar dat is om jou uit te testen. Nee, het was niet om mij uit te testen. Hij zei dat omdat hij wist dat dat kon. Weet je, ik heb het op een gegeven moment wel veilig opgelost, zeg maar. Na die bocht ging ik weer op naar 100. Ik wist dat er een invoegstrook kwam en dat er een hele lange stuk nog is met een doorgetrokken lijn. Dus ik wist wel, oh, dan kan ik makkelijk dan nog wel 100 weer gaan rijden, weet je wel. Naar mijn idee heb ik het wel goed gedaan. Alleen ik heb dat uit veiligheid gedaan. Kijk, en misschien had hij ook inderdaad wel gelijk dat ik iets eerder op het gas kon. Zijn dat punten waar je op kan zakken? Ja. Maar ook nee. Het zijn geen verkeersonveilige punten. Het zijn meer punten waar mensen mee irritaties kunnen ontwekken. Ontwekken, zeg je dat zo? Opwekken. Dus kijk altijd naar het hele totaalpakketje. Het is nooit dat ze helemaal kijken naar, oh ja, maar er is één fout gegaan. Wat heel veel mensen ook denken. Er is één fout begaan, dus we laten hem niet slagen. Kijk, als er één fout is begaan, dan is er geen enkel probleem. Als je het maar veilig oplost. Maar je moet je fouten inzien. En dat is eigenlijk het hele eieren eten van een examen doen. Wat ik heb gedaan, ook nog met mijn bijzondere manoeuvres. Want een tussentijdse toets. Heel veel mensen denken, ja, maar het boeit er niet. Want ik betaal eigenlijk om afgezeikt te worden. Hé, hey, ik mag hier vanmiddag niet door. Oké, heel fijn. Heel veel mensen denken van, oh, ik betaal weet ik hoeveel 100 euro... voor afgezeikt worden. Ja, maar dat is het helemaal niet. Je kunt vrijstelling krijgen. Ik krijg vrijstelling op de bijzondere manoeuvres en op de vragen die een examinator heeft. En dan bedoel ik de vragen mee in de auto. Buiten de auto. De banden, de velgen, de motorkap. In de auto, de vragen. Daar krijg je vrijstelling op. Dus dan is het met je examen, is het echt gewoon puur rijden. Kijk, natuurlijk, hè, je zal vast nog wel ergens moeten inparkeren bij een CBR. Of ergens moeten parkeren om je op TomTom in te stellen. Want dat hoort gewoon bij een examen. Ja, dus ik heb mijn vrijstelling behaald. Ik had achteruit vak in het parkeren. En ik heb een door middel van keren in een halve draai heb ik gedaan. Ik heb het prima gedaan. Dat zei hij zelf ook. En daar ben ik ook heel blij mee. Er is toch wel een hele last van mijn schouders af. Laat ik het zo zeggen. Dat heb ik ook wel gezegd tijdens mijn bronnenvlog. Voor mij dan. Met mijn rijbewijsvlog. Dat het oprecht wel veel is. Ik heb een proefexamen gehad. Vanuit mijn rijschool toen. Ik merkte zelf dat het best veel is. Als je examen hebt, 30 minuten rijden. En dat je ook nog dan je bijzondere manoeuvres moet doen. De tomtom en gewoon normaal rijden. Nou, dat wordt best veel. Plus daarbij, ja, weet je, als jij dat met je examen hebt. En de examinator gaat je echt niet helpen.
En dat klinkt heel gemeen dat hij jou niet gaat helpen. Maar dat komt eigenlijk doordat jij alles zelf moet doen. Je bent daar niet voor niks. Je moet de rijbewijs halen. Je bent aan het afrijden. Eigenlijk moet jij zo ver zijn dat jij al zelfstandig in een auto kan rijden. Dat moet hij eigenlijk zien. Hij moet eigenlijk zien dat hij met jou als beste vrienden in een auto gaat zitten en ergens naartoe gaat. Zo moet hij zien. Zo moet jij het ook zien. Kijk, het hoeft niet meteen je beste maat te zijn, daar niet van. Maar het, zie het zo dat eigenlijk voor jou dat het een taxiritje is, bijvoorbeeld. Dat je iemand wegbrengt naar het station of ergens naartoe. En dat jij verstand hebt van die auto en die examinator niet. Zie je het zo? Dan denk ik dat het wel goed komt. Nou, vonden jullie deze video nou tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van me zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zien we elkaar bij de volgende video weer terug. Hey, hoi hoi!